Er wordt door de Nederlandse politiek te gevoelig gedaan over het onderwerp winstuitkering in de gezondheidszorg. Het toestaan van winstuitkering door ofwel zorgverzekeraars ofwel ziekenhuizen hoeft geen probleem te zijn als het onder de juiste waarborgen gebeurt. Sterker nog, dan is het een stap in de juiste richting. In de Nederlandse politiek wordt de afgelopen jaren veel gediscussieerd over de vraag of ziekenhuizen straks wel of geen winst mogen gaan uitkeren aan aandeelhouders. En dat is een hele gevoelige politieke discussie. En de reden voor die gevoeligheid is gelegen in het feit dat de tegenstanders van het loslaten van het huidige verbod op winstuitkering bang zijn dat er investeerders in de zorg terechtkomen die ziekenhuizen gaan aanzetten tot gedrag dat niet in het belang van ons allemaal is. Namelijk dat investeerders gericht zullen gaan zijn op het maken van winst alleen, korte termijn winsten gaan realiseren. En daardoor ziekenhuizen zullen gaan aanzetten om te kijken welke behandelingen zijn lucratief en welke behandelingen zijn niet lucratief. Zonder daarbij te kijken of patiënten gebaat zijn bij die behandelingen. En die gevoeligheid maakt dat de politiek op dit moment heel veel koudwatervrees heeft bij het loslaten van het huidige verbod op winstuitkering. Wat zijn specifieke voor- of nadelen? Het grootste voordeel van het loslaten van het huidige verbod op winstuitkering is dat ziekenhuizen daardoor makkelijker in staat worden gesteld om kapitaal aan te trekken. En met dat kapitaal kunnen ze dan vervolgens weer zorginnovaties financieren. Op dit moment zijn ziekenhuizen louter aangewezen op kapitaal dat ze van de banken kunnen aantrekken, vreemd vermogen. Maar de banken zijn terughoudender geworden in het financieren van de ziekenhuizen, omdat ze al heel veel vreemd vermogen in die ziekenhuizen hebben zitten en tegelijkertijd de risico's voor die ziekenhuizen fors zijn toegenomen. Op het moment dat je private investeerders in staat stelt om in ziekenhuizen te investeren, dat zullen ze alleen doen op het moment dat ze een vergoeding over dat geïnvesteerde vermogen kunnen ontvangen, maak je ziekenhuizen daarmee minder afhankelijk van de banken en geef je dus een grotere bewegingsruimte om op zoek te gaan naar kapitaal en daarmee naar zorgvernieuwing. Tweede voordeel is dat je daarmee tegelijkertijd ook investeringskennis binnenhaalt bij ziekenhuizen, ondernemerschapskennis, die misschien nu in onvoldoende mate aanwezig is. Dus je krijgt ook een hele nieuwe dynamiek in de ziekenhuissector. De grootste nadelen zijn vooral gelegen op het gebied van de kwaliteit. Op het moment wanneer de kwaliteit onvoldoende transparant is en onvoldoende wordt gemeten en ziekenhuizen louter concurreren op prijs, dan kan er een beweging ontstaan dat ziekenhuizen te veel aandacht gaan hebben voor de kosten onder druk van hun aandeelhouders en daarmee de kwaliteit laten versloffen. Het is daarom ook niet voor niets dat het wetsvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt en wat daar al een paar jaar ligt, allerlei waarborgen bevat om te voorkomen dat het verkeerd type investeerders in de zorg terechtkomt. Recent hebben SP, CDA en PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend om winstuitkering door zorgverzekeraars wettelijk te verbieden. Is dat een goed idee? Nee, dat wetsvoorstel vind ik geen goed idee. En de reden daarvoor is dat er geen grondige afweging van de korte termijn en lange termijn voor- en nadelen is gemaakt. Het lijkt vooral op een politieke poging om te scoren in de aanloop naar de verkiezingen. Wat je misloopt op het moment dat je winstuitkering door zorgverzekeraars bij voorbaat verbiedt, is dat je bij voorbaat een hele vorm van dynamiek uit de markt haalt die ervoor kan zorgen dat de zorgverzekeringsmarkt op termijn meer concurrerend en daardoor ook beter gaat werken. Op dit moment wordt veel geklaagd over de toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars om in de markt actief te zijn. We zien dus ook geen toetreding van buitenaf in de sterk geconcentreerde Nederlandse verzekeringsmarkt. Wanneer je winstuitkering bijvoorbeeld gaat verbieden, weet je eigenlijk zeker dat bijvoorbeeld buitenlandse verzekeraars zich de komende jaren ook niet in Nederland zullen gaan vestigen en daarmee ook de concurrentie niet een duwtje in de juiste richting kunnen gaan geven. Natuurlijk zijn er nadelen verbonden aan het laten uitkeren van winst door zorgverzekeraars. Maar net als bij de discussie over de ziekenhuizen zou je dan eerder moeten gaan kijken naar wat waarborgen die je in de markt kan zetten om die nadelen te ondervangen.